Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Bruidspaar, familie, gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Fijn dat u hier in de kerk bent, fijn dat jullie er zijn. Ik wens jullie ook een gezegende dienst toe met elkaar, waarin we ook de lof op de Heere mogen zingen. Dat hebben we net al gedaan, de dank bij hem gebracht. En nu zingen we ook een psalm die jullie hebben aangegeven. Psalm 100, vers 1 en 4. Zullen we in ons gebed tot God gaan. Heer in de hemel, schepper van hemel en aarde, trouwe Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij willen u danken, Heer. Danken voor alles wat u Martijn en Annelie al gegeven hebt. Dat ze elkaar mochten leren kennen. Dat ze elkaar beter mochten leren kennen. En dat ze samen verder willen door het leven. Dat we hier mogen zijn als teken dat ze elkaar uit uw hand mogen ontvangen. Wat een groot voorrecht is dat, Heere. In een wereld waarin heel veel mensen niets met u te maken willen hebben. Waar zij vanmiddag hier zijn. In uw huis. En we danken u, Heere, voor het feit dat ze zo kort geleden nog belijdenis mochten doen. En dat ze als man en vrouw, als belijdende leden, met u hun huwelijksleven in willen en door willen. We danken u, Heere, dat we zo deze dag uit uw hand mogen ontvangen. We danken u voor de mooie en gezellige momenten van vandaag. En ook voor de zegen dat we in alle rust deze samenkomst mogen beleggen. Heere, wilt u uw zegen ook geven aan Martijn en Annelie, aan hun ouders, grootouders, familie, vrienden, gemeenteleden, mensen die hier in de kerk zijn, maar ook als we deze dienst op afstand meebeleven. Heere, wij zijn dankbaar en verwonderd dat u ons wilt ontvangen
En dat u ons dit moment met elkaar geeft. Maar wilt u ons ook zegenen, Heere? De duivel doet altijd zijn best om ons af te leiden. Er is zoveel bij ons wat zomaar een andere kant op gaat. Heere, wilt u onze gedachten dan vanmiddag richten op u? En geef dan dat wat we lezen, wat we zingen, wat gespeeld wordt op het orgel, dat mag zijn tot uw eer. Tot dank aan u, grote genadige God. Wilt u zo alles goed laten verlopen, Heere? Zegen de techniek. Zegent u ons zoals we hier zijn. Misschien ook als er niet kunnen zijn. Of als we juist op een moment als dit iemand missen. Iemand die ons ontvallen is. Zo denken aan Inge. Zo kort geleden nog. Heer, ontferm u over de familie. Wees nabij. Als het anders gelopen is dan we hadden gehoopt. We leggen het bij u neer, Heere. Heere, ook als we er misschien om andere redenen niet bij kunnen zijn, of dat we iemand moeten missen in deze dienst, die wellicht wel op afstand kan meekijken, geef ook daar uw zegen. Troost en wees nabij. En in de vreugde, maar ook in het verdriet, in de zegeningen, maar ook in de gebrokenheid, kijken we op naar u. En Heere, wilt u ons dan naar uw goedheid, naar uw goedertierenheid, naar uw liefde, ons alles geven wat nodig is. Ja, werk zo met uw geest, dat we het niet alleen maar horen, niet alleen maar op ons in laten werken, maar dat we met heel ons hart erin mee mogen komen en echt ervaren dat we u vanmiddag hier in de kerk ontmoet hebben. Wij vragen u dat niet om iets in ons, maar alleen om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit Psalm 33, de psalm waaruit jullie ook de belijdenistekst hebben meegekregen. En als we deze psalm gelezen hebben, dan zingen we uit Psalm 84, het tweede en ook het zesde vers. Zing vrolijk in de Heere, rechtvaardigen, een lofzang past de oprechten. Loof de Heere met de harp, zing psalmen voor hem met de harp en de 10-snarige luid. Zing voor hem een nieuw lied. Speel welluidend met vrolijke klanken. Want het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goedertierenheid van de Heere. Door het woord van de Heere is de hemel gemaakt. Door de geest van zijn mond heel hun legermacht. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in schatkamers. Laat heel de aarde voor de Heere vrezen. Laat alle bewoners van de wereld bevreesd zijn voor hem. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad van de heidevolken. Hij verbreekt de gedachten van de volken. Maar de raad van de Heere bestaat voor eeuwig. De gedachten van zijn hart bestaan van generatie op generatie. Welzalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Vanuit zijn verheven woonplaats aanschouwt hij alle bewoners van de aarde. Hij vormt hun aller hart. Hij let op al hun daden. Een koning wordt niet gered door een groot leger. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard geeft valse hoop op de overwinning en bevrijdt niet door zijn grote kracht. Zie, het oog van de Heere is over wie hem vrezen. Op hen die op zijn goedertierenheid hopen, om hun ziel te redden van de dood en hen in het leven te behouden wanneer er honger is. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild, want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Laat uw goedertierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij op u hopen.
Na de verkondiging zingen we uit Psalm 33, vers 10 en 11. En die verkondiging zal zijn uit Psalm 33 ook. En dan die twee versen die jullie ook meegekregen hebben. Eerst de Pinksterdagmiddag, toen jullie ja-woord gegeven hebben hiervoor in de kerk. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. En het thema voor de preek is VVV-route voor jullie huwelijk. VVV-route voor jullie huwelijk. En dan kun je verwachten dat er dan drie punten zijn en alle drie een V. Nou, dat klopt ook. Want de eerste V is van verwachten. En je leest in de kerntekst: onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. De tweede V is van verblijden. En je leest in vers 21, begin: want ons hart is in hem verblijd. En in de derde plaats dan vertrouwen. Het einde van vers 21. Omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. En zo dus de VVV-route voor jullie huwelijk. Ja, bruidspaar. Enerzijds ouders, familie, vrienden, gemeenteleden. En u ook, die op afstand verbonden bent. Maar natuurlijk Martijn en Annelien in het bijzonder. Ja, vanaf vandaag is jullie huis niet meer bij pa en ma thuis. Niet meer bij pa en ma van Kruistum. Niet meer bij pa en ma Schepers. Niet meer in de omgeving van Barendrecht. Niet meer in het Veen. Vanaf vandaag is jullie plekje in Ede aan de Proostdijer Veldweg. En toen ik wat ging zoeken naar die weg en waar die betekenis vandaan komt, toen kwam ik erachter, die Proostdijer Veldweg, daar zit heel veel historie en er is ook heel veel te wandelen. Heel veel historie. Nou, ik weet niet of jullie al gekeken hebben wat een proostdij betekent. Geen tijd voor gehad natuurlijk, maar heb ik voor jullie gedaan dus. Maar een proostdij, dat was iets van een klooster of een kerk die bestuurd werd door een proost. En een proost, dat is niet iemand die elke avond het glas heft en proost roept. Maar een proost, dat is een hoge geestelijke die vooral de bezittingen en de landerijen beheert. Een geestelijke die zorgt dat de dingen van de kerk goed behandeld worden, dat er goed mee omgegaan werd. En de Proostdijer Veldweg heeft waarschijnlijk in de historie, denk aan de middeleeuwen, is dat een weg geweest waar zo'n proost dus overheen ging om dus de dingen van de kerk en van het geloof goed te regelen. Nou, dan ga je toch aan een mooie weg wonen, toch? En mogen jullie daar ook je weg vinden. En het mooie is dan ook, er is ook veel te wandelen. Ik las op internet dat er wel 125 wandelroutes zijn. Dus jullie hebben wat te doen. En sommige die lopen ook langs jullie huis. En als je dan wellicht een keertje, een prachtige zondagmiddag of zo, een wandeling maken, dan loop je dus over die weg. En dan loop je dus over grond waarvan je zegt: hier was iemand bezig met de dingen van God. En dat mogen wij ook doen. Dat mag je dan gelijk achteraan zeggen. Dat je bezig mag zijn als man en vrouw in de dingen van God, van zijn koninkrijk. Ja, en dat je zo de wandeling van het leven voortzet. Maar ja, wil je zo'n wandeling goed laten verlopen, heb je wel een routekaart nodig. Dat is toch wel net zo handig. En die krijgen jullie. De VVV-routekaart, Psalm 33. En dan in het bijzonder die twee versen. Maar willen we die twee versen, vers 20 en 21, goed begrijpen, moeten we eigenlijk even het overzicht hebben van die hele psalm, van de hele routekaart. Want dan wordt het denk ik nog mooier. Ik wil graag een paar dingen noemen. Het eerste is dat de schrijver onbekend is en dat het ook niet helemaal duidelijk is waarom het psalm 33 geworden is. Hoewel, waar psalm 32 mee stopt, daar begint psalm 33 mee. Dat sluit naadloos op elkaar aan. Dat valt al op. Het is ook een complete routekaart, zou je kunnen zeggen, want deze psalm heeft 22 versen. Misschien weet je het, maar het Hebreeuwse alfabet heeft 22 letters. Het volledige alfabet, een volheid aan versen, het is helemaal af, het is compleet. Wat nog meer opvalt in deze psalm, is de manier van schrijven.
De manier van schrijven is heel beeldend en kunstig. En als je wel eens gehoord hebt van het parallelisme, dan kom je dat hier heel veel tegen. Dat is een Joodse manier van schrijven waarbij je twee keer ongeveer hetzelfde zegt op een iets andere manier. Om er een uitroepteken achter te zetten. Bijvoorbeeld als ik zeg, het is donker, het is duister. Dan zeg ik eigenlijk twee keer hetzelfde op een iets andere manier. En die manier van schrijven kom je heel veel tegen in de psalm. Om kracht te zetten bij de woorden. Bijvoorbeeld vers 1. Zing vrolijk in de Heere rechtvaardigen. Een loflied past de oprechten. Nou, zing vrolijk en een lofzang. Dat hoort heel erg bij elkaar. Rechtvaardigen, oprechten, dat hoort ook heel erg bij elkaar. Vers 7. Hij verzamelt het water van de zee als een dam. Hij sluit de diepe wateren op in de schatkamers. Twee keer hetzelfde op een iets andere manier. De dichter die heeft dus echt zijn best gedaan om het tot een prachtig, machtig lied te componeren. Ja, en dan is het ook nog eens een keer een psalm van 3x3. Als je van sportauto's houdt, dan is 4x4 misschien soms mooier. Maar deze psalm is van 3x3. Deze psalm begint namelijk met drie oproepen om God te eren. Vers 1 tot en met 3. Vervolgens zijn er drie redenen waarom je God moet eren. Vers 4 tot en met 19. En dan aan het eind drie conclusies. In vers 20 tot en met 22. 3x3. En die eerste van de 1, die resoneert met de eerste van de tweede en met de eerste van de derde. Het zit dus, ik kan het eigenlijk gewoon amper uitleggen, maar het is prachtig in elkaar gezet. Dit is een machtig, compleet lied. En dan nog één dingetje voor we naar de tekst gaan. Wat opvalt in deze psalm is niet alleen 3x3, maar ook het meervoud. Heel veel psalmen zijn geschreven in het enkelvoud, ik. Maar als je kijkt in vers 20 tot en met 22... is daar een meervoud. Onze ziel, onze hulp, ons schild, ons hart. Dit is echt een psalm voor samen. Als gemeente, als familie. Ja, als stel. Als getrouwd stel. En zo zie je dus dat het een prachtige routekaart is, die geweldig mooi in elkaar gezet is, waarbij we dat laatste stukje er dus uitlichten. Vers 20 en 21. En dat kun je dus opvatten in deze psalm als het getuigenis, een review, als een reactie op wat daarvoor staat. Vers 1 tot en met 19 is een oproep en een uitleg. En dan vanaf vers 20 is het een soort reflectie van mensen die zeggen, dit hebben wij gezien, deze weg zijn wij gegaan en dit heeft het met ons gedaan. Dit doet het met ons. En wat doet het met ons? Onze ziel verwacht de Heere. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Maar je ziel, ja, dat kun je niet aanwijzen. Maar de ziel staat in de Bijbel voor leven. Je ziel zou je kunnen vergelijken met bloed. Bloed is leven. Zoals het bloed door heel je lichaam gaat, zo is de ziel je leven. Je ziel, dat betekent wie je bent. Waar je levensrichting vanuit gaat. Dat is dus wel even iets anders dan dat je Hardeman belt en vraagt, kan ene Martijn van Kruisten misschien de voortuin leegknijpen en daarna ook nieuwe grond en nieuwe zand erin stoppen? Een voortuin, ja, het is natuurlijk fijn als het netjes is en belangrijk en zeker met kritische klanten. Maar als het gaat over je ziel, dan wil het dus aangeven in deze psalm, het gaat over je diepste ik. Over waarvanuit je je hele leven vormgeeft, je vertrekpunt. Onze ziel verwacht de Heere. Wacht op Hem, verwacht het van Hem. Ja, en dat is iets wat je moet leren. Want wij zijn mensen en wij zeggen graag, ik wil het zelf doen. Ik wil het zelf oplossen. En als ik het niet kan oplossen, dan betaal ik iemand er wel voor, zodat die het oplost. Maar ik houd zelf een beer. Deze tekst zegt, ik weet in mijn leven dat ik mij compleet afhankelijk mag weten van de Heere. Ja, en weet je hoe de Bijbel je dan noemt? En dan kom ik dus bij het eerste stukje van het begin van de psalm. Rechtvaardigen en oprecht.
Ik zei het al, hè, dat eerste stuk van het eerste deel van de psalm resoneert met het eerste stuk van het tweede deel en met het eerste stuk van het derde deel. Dus dat resoneert met het allereerste stukje, vers 1. Zing vrolijk in de Heere rechtvaardigen, een lofzang past de oprechten. Ja, als je rechtvaardig genoemd wordt, oprecht, dan betekent dat dus niet allereerst dat je maar perfect vroom leeft. Maar het betekent dus dat je met heel je ziel het van hem verwacht. Dat je kompas gericht is op hem. Dat dat je houvast is. Ja, hoe weet je dat dan? Nou, dan ben je bij het eerste stukje van het tweede deel, vanaf vers 4, 4 tot en met 9. Daarin schrijft de dichter hoe machtig Gods woord is. Gods woord heeft de hemel gemaakt, vers 6, het water vers 7, de aarde vers 8. En in vers 9, dan spat het eraf, want dan staat er, want hij spreekt, het is er. Hij gebiedt, het staat er. De psalmdichter zegt, Gods woord is waar. Dus je kunt het echt van hem verwachten. Ja, beste Martijn en Annelie, deze dichter die trok al zoveel jaren geleden zoveel uit de kast om jullie iets mee te geven. Dat hij zegt, als je nou getrouwd bent, verwacht het nou van hem. Kijk, het zal best wel even wennen zijn om niet meer te wonen in de omgeving Barendrecht. En dan ook nog een nieuwe baan. En dan samenwonen met, ja, met Martijn. Ja, en dan samen. En dan zullen er vast momenten zijn dat jullie lachen, maar misschien ook wel eens huilen. En dan zijn er dingen die je van elkaar mag verwachten, want je hebt je ja-woord aan elkaar gegeven. Maar er zijn ook dingen die kun je alleen maar van hem verwachten. Van de Heere staat hier Heere met allemaal hoofdletters. Zo'n 13 keer in deze psalm. Dat is de God van het verbond. De God die in de doop al naar jullie, en ik denk naar de meeste van ons, toegekomen is. Die zegt, ik verbind me met zondige mensen die van nature denken, ik red het zelf wel. Ik kan mijn leven zelf uitstippelen. Maar God komt naar zondige mensen toe. En die zegt, ik wil de verbinding aangaan. En als je dan mag zeggen, ja, onze ziel verwacht de Heere. Dan heb je iets waar je altijd hoop uit kunt putten. Nee, het betekent niet dat het altijd makkelijk is. Het betekent niet dat jullie twee nu kunnen zeggen, nou, ons huwelijk, het gaat perfect. Dan kun je, als je 100 jaar bent, op terugkijken. Nee, dat blijkt wel uit het tweede stukje van vers 20. Hij is onze hulp en ons schild. Kijk, misschien kun jij Martijn wel eens een keer gekkescherend zeggen, ik heb nu een echte hulp in de huishouding. Niet met mijn moeder, maar mijn vrouw. Maar ja, ik zou wel uitkijken met zijn opmerking. Maar als het hier in deze psalm gaat over hulp, dan is dat niet zomaar een hulpje. Dan heeft dat iets in zich van wat je ook tegenkomt in Psalm 121. Ik kijk omhoog naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Waar komt de hulp vandaan waar ik echt niet zonder kan? Die mij redt, die mij verlost, die er mij doorheen sleept. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp. Elke zondag hoor je het. Onze hulp is in de naam van de Heere. En dan ook ons schild. Ja, een schild heb je eigenlijk alleen maar nodig als je vijanden hebt. Als er pijlen op je afgeschoten worden. En dat gebeurt, de duivel doet zijn best. Veel trekt jullie bij God vandaan. Maar dan mag je helemaal van hem verwachten. En dan mag je schuilen bij God. Met je verdriet, met vreugde. Dan mag je alles bij hem neerleggen. Zoals een klein kind bij God bij zijn moeder op schoot gaat. Tja, dan zullen er misschien wel mensen aan jullie vragen. Er is een serieus gesprek over de Proosdijer Veldweg. Die zeggen, nou Martijn en Annelie, wat verwachten jullie van het huwelijk? Nou, dan kun je hele mooie antwoorden geven. Maar als je dan de vraag krijgt, van wie verwachten jullie het in het huwelijk? Ja, dan is er eigenlijk maar één antwoord goed. Dan hoop ik dat je de belijdenistekst nog bijvallen en zegt, wij verwachten het van de Heere. Want hij is onze hulp en ons schild. En mag ik jullie dan herinneren aan jullie eigen woorden? Want jullie deden belijdenis. En Martijn, jij liet opschrijven.
Ik leg belijdenis af van mijn geloof in Christus. Want ik zijn liefde en trouw ervaar in mijn leven. Elke dag laat God zijn goedheid zien. En mag ik ervaren dat ik niet zonder hem kan en wil leven. God heeft laten zien dat zijn zoon ook voor mij gestorven is. Zijn genade en wijsheid heb ik elke dag nodig. Daar zit iets in van wat je eigenlijk ook in deze psalm ziet. En Annelie, jij schreef op: vandaag mag ik belijdenis doen van mijn geloof. God heeft aan mij zoveel onverdiende genade gegeven. Ik moest denken aan de woorden die Christiaan Verwoerd zong in een van zijn liederen. En dat wens je dan ook iedereen toe. Vol goede moed hef ik mijn hoofd omhoog. Want de toekomst staat nu vast. En tot die dag leef ik met Jezus. En draagt hij mijn zwaarste last. Wat een rijkdom dat ik hem nu ken. Dat zijn liefde mij eens vond. Hij is mijn vaste rots voor eeuwig. Ik sta op overwinningsgrond. Nou, eigenlijk kort samengevat. Onze ziel verwacht de Heere. Hij is onze hulp en ons schild. Ja, en als je daar van de rijkdom ziet, dan kan het niet anders of dan, ja, dan moeten we naar de volgende vee. Verblijden. Kijk, als bruidspaar ben je blij met elkaar. Het afgelopen seizoen gaven jullie de indruk tijdens belijdeniscategorisatie dat jullie wel blij zijn met elkaar. Tijdens het huwelijksgesprek ook nog. En afgelopen zondag sprak ik een Martijn en die was daar zonder Annelie. Ja, wel met zijn moeder, maar het was natuurlijk niet zijn Annelie. Ja, was toch even anders. En nu lijkt het er ook op alsof jullie graag bij elkaar zijn. Je bent blij dat jullie als man en vrouw verder mogen. Maar er is een blijdschap die nog dieper is. Psalm 33 zegt: want ons hart is in hem verblijd. Net ging het al over de ziel. Je zou kunnen zeggen dat is het bloed. En nu over het hart, dat is ja, de pomp van je lichaam. Het commandocentrum van je leven. Vanuit je hart maak je keuzes, neem je beslissingen. Ons hart is in hem verblijd. Ja, als ik God ken. Als hij zo'n schild is, zo'n hulp. Ja, dan kan ik niet anders dan blij zijn. En daarom begint deze psalm ook met zo'n blije, zo'n hooggestemde start. Zing vrolijk. Loof de Heer met de harp. Zing psalmen met de harp en 10-snarig instrument. Zing voor hem een nieuw lied. Speel met vrolijke klanken. Je proeft iets van de passie. Van de overgave. Ja, het enthousiasme spat er vanaf. En dan het echte enthousiasme. Want enthousiasme dat komt van het Grieks. En is in het Grieks in. En enthousiasme komt van theos, van God. Dus letterlijk is enthousiasme in God. Helemaal in hem verbonden zijn. Zo met hem verbonden zijn. Ja, dan kun je niet anders dan blij zijn, toch? Waarom moet je dan blij zijn? Nou, dan wijst dat tweede deel in het tweede stuk, wijst op Gods soevereiniteit, vers 10 tot en met 12. Die zegt dan: de raad van de heidenvolken, die wordt vertrapt. Maar de raad van de Heere, vers 11, die bestaat voor eeuwig. En daarom, vers 12, wel zalig het volk dat de Heere tot zijn God heeft. Het volk dat hij zich als eigendom verkozen heeft. Ja, wel zalig. Echt gelukkig. Te feliciteren ben je als hij jouw God is. Als hij jullie God is. Als je van hem bent. Dat is in die zin nog mooier dan een trouwdag. Als je met hem verbonden mag zijn. Ja, die vreugde die spat dus van de psalm af. Maar wat als het een keer niet zo goed gaat? Of wat als je de gang naar het graf moet maken? Als het tegen zit in je leven? Nou ja, dan staat er dus: ons hart is in hem verblijd. Dat is dus wat anders dan dat je zegt: ons hart is verblijd vanwege ons geweldige leven. Dat is wat anders dan dat je zegt: ons hart is verblijd omdat we nooit meer problemen hebben. Maar ons hart is verblijd omdat we in de zorgen altijd houvast hebben in hem. Omdat er in de onzekerheid altijd houvast is in hem. Omdat ook als het moeilijk is, er altijd houvast is in hem. In hem die in de Heer Jezus Christus
het diepste en zwaarste lijden heeft meegemaakt. Om ons te verlossen. Om zondaren te redden. Hij werd verlaten door zijn vader. Zodat iedereen in hem gelooft nooit verlaten zal zijn. Ja, kijk. Als je zo God kent. Als je zo weet, ik ben in hem. Dan zeg je, we gaan samen beginnen. En wat de toekomst brengt, weet ik niet precies. Maar als je in hem bent, ja, dan heb je houvast voor eeuwig. Paulus pakt dat in het Nieuwe Testament ook op. Hij zegt in Filippenzen 4, verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw, verblijd u. Deze vreugde begint dus bij vreugde vinden in zijn verlossingswerk. In dat hij je redder wil zijn. Vreugde vinden in het feit dat hij de duivel verslagen heeft op Golgotha. Vreugde vinden in die heerlijke toekomst die hij schenkt in hem. Voor mij, zondaar. Ik die soms zo slap ben. Ik heb vreugde in hem. Ja, dat je dat soms kwijt bent, dat kan gebeuren. Maar daarom wordt deze psalm ook wel toegeschreven aan de tempeldienst. Met andere woorden, daar stonden er zangers en speellieden bij elkaar. En dan kwamen de mensen naar de tempel, misschien wel mensen met een dier om te offeren vanwege zonde. En terwijl ze dan naar de tempel gingen, hoorden ze de liederen komen en dan hoorden ze dit ook. Kijk, soms ben je zelf niet op het niveau waar je zou willen zijn. Maar wat is dan een zegen dat jullie mogen horen bij de gemeente, de Peniel-gemeente, en dat jullie samen het deel van uit mogen maken. En soms dan kom je misschien naar de kerk en dan is er misschien een organist of is de preking die je dan helpt om weer op toonhoogte te komen. Of dat je anderen helpt door het zingen om ook zich te verblijden in hem. Ja, en dan gaan we gauw naar het derde. Verwachten, verblijden en dan ook nog vertrouwen. Omdat wij op zijn heilige naam vertrouwen. Ja, vertrouwen, dat moet groeien. He, toen jullie elkaar voor de eerste keer zagen, had je waarschijnlijk nog niet zoveel vertrouwen dat je zei, dit wordt mijn man, dit wordt mijn vrouw. Toch wel. Dat ging dus heel snel. Maar meeste gevallen in ieder geval niet. He, dan zeg je niet gelijk, ik kijk je in de ogen en ik weet gelijk, dit wordt mijn vrouw. Ik heb zoveel vertrouwen in jou, met jou wil ik gezin zijn. Meestal is dat niet zo. Dan mag dat groeien. Nou, jullie hebben in ieder geval elkaar beter leren kennen en dat wat er vanaf het begin was, dat is sterker geworden. Jullie vertrouwden elkaar zover dat je zei, ik wil met jou oud worden. Trouwen. Met jou de Heere dienen. Nou, zo werkt het in het geloof ook. Dat je God beter mag leren kennen. Stap voor stap. Jullie hebben dat al mogen markeren met de belijdenisdienst. Van, wij kennen hem zoveel dat we hem willen vertrouwen. En ja, dat is eigenlijk ook wat in deze psalm gebeurt. Dat die dichter dus zegt, ik kijk naar hoe ik God heb leren kennen. En dat is zo gegroeid dat ik niets anders kan dan hem vertrouwen. Ja, en waarschijnlijk heeft deze dichter gedacht aan een concrete situatie. Want je leest in het derde stukje van het eerste deel, vers 3 dus, dat er een nieuw lied gezongen moet worden. En als het in de Bijbel gaat over een nieuw lied, dan is dat eigenlijk altijd een reactie op Gods redding, op Gods bevrijding. Bijvoorbeeld in Psalm 96, 98, kom je het ook tegen. Zing voor de Heere een nieuw lied, waarom? Want hij heeft wonderen gedaan, hij heeft heil aangebracht. En deze dichter die zegt, in vers 16 tot en met 19, weet je, er zijn misschien hele grote legers. Er zijn misschien hele grote sterke paarden, met veel kracht. Maar er is één iemand die groter is, die sterker is, die machtiger is. En dat is de Heere. Ja, dat is natuurlijk heel aardig om te zeggen dat God machtig is. Stel je voor dat je erachter komt dat je een hele sterke buurman hebt. Maar die sterke buurman die leeft in ruzie met jullie. Dan kan die wel sterker zijn dan jullie, maar dan is dat juist bedreigend. Maar deze dichter die zegt, dat is nou juist niet bedreigend. God is wel zoveel machtiger dan ik. Maar daarom is dat juist bevrijdend. Want God kijkt. In vers 13, de Heere schouwt. De Heere ziet. Vers 14, de Heere aanschouwt. Vers 15, hij let.
Vers 18, het oog van de Heere. Zijn dichter zegt, Gods ogen gaan over deze wereld. Gods ogen zien alles, iedereen. Gods ogen zien ons vandaag, zagen ons gisteren en morgen. Die zien zelfs wat we denken. Je zou kunnen denken aan een soort alziend oog, wat alles in de ogen, alles ziet. En mijn vraag voor u allemaal is, als nou God alles van je ziet, alles van je weet, zelfs wat je denkt, voel je je dan bekeken of weet je gezien? Als je je bekeken voelt, dan voelt dat niet zo fijn, hè? Want dan heb je iets te verbergen. Maar deze dichter zegt, als je God nou zo kent, als je redder en verlosser, dan mag je je gezien weten. Gezien als je vreugde hebt. Gezien als je verdriet hebt. En ja, het leven kan soms dubbel zijn. Maar weet dan, Martijn en Annelie, bruiloftsgasten, dat Gods ogen over deze aarde gaan en graag ziet wie hem vreest, wie op zijn goedertierenheid hoopt. Ja, als je je vertrouwen op deze Heere stelt, dan stel je je vertrouwen op zijn goedertierenheid. Weet je wat dat betekent? Als je hoop daarop stelt, dan betekent het, ik heb zelf niks te geven. Heer, hier ben ik, een zondaar, kwetsbaar, beperkt. Maar ik doe een appel op uw goedertierenheid. Dat is Gods hart. Daar doe ik een appel op. Ja, en dan mogen wij op zijn naam, zijn heilige naam, vertrouwen. Kijk, onze namen kunnen wat zeggen. Maar als Gods naam zegt wie hij is, en mag ik dan nog wijzen op de naam van Jezus. En u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dan zegt de Bijbel in Johannes 1, zovelen als hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Weet je wat dat vertrouwen is op zijn heilige naam? Dat is dat je zegt, Heere, als uw naam zo is, dan bent u zo. Dus ook al heb ik zonde als haar op mijn hoofd, u bent Jezus, zaligmaker, dan is dat sterker dan mijn zonde. Ook al ben ik soms de weg kwijt, hij heet wonderlijk. Zou hij dan niet een wonderlijke deur kunnen openen? Als je niet weet hoe het moet, hij is raadsman. Zou hij geen raad kunnen geven? Hij is sterke God in onze zwakheid. Vader van de eeuwigheid. Vredevorst. Ja, wat is vertrouwen op de Heere? Dat is dat je geloof soms alle kanten op kan gaan. Je gevoel alle kanten op. Maar dat je in dat proces er steeds meer achter komt. Hij is wie hij zegt dat hij is. En het mag een groeiproces zijn. En ik weet niet hoeveel wandelingen jullie gaan maken vanaf de Proosdijerveldweg. Maar jullie worden vanmiddag en wij worden vanmiddag uitgenodigd. Deze dichter die zegt, ik roep een driedubbele oproep, driedubbele onderbouwing en vervolgens een driedubbele review. En worden uitgenodigd om onze handtekening eronder te zetten. Als je God zo kent, zou je dan je handtekening daar ook niet onder willen zetten? Is getekend door mij, want God is zo voor mij. Dan hebben jullie vanmiddag de VVV-route voor jullie huwelijk meegekregen. En dan kun je tot slot ook nog een prachtig gebed bidden. Vers 22. Laat uw goedertierenheid over ons zijn, Heere, zoals wij op u hopen. En als God een waarmaker is van zijn woord, en dat is hij, dan wil hij dat geven. En dan zul je een gezegende huwelijksreis hebben. Amen.
zullen we samen het huwelijksformulier lezen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, voor de overheid als dienares van God is het huwelijk van Martijn van Kruistum en Hilde Annelie Schepers gesloten. Het is goed dat het huwelijk van de gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods zegen erover wordt gevraagd. Daarom zijn we hier als gemeente bijeen. God zegt ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht, in zijn zegen erover beloofd. Want God, onze Vader die alles schiep, schiep de mens naar zijn beeld. Hij zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Overeenkomstig dit woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap van één man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven. Zij zijn in unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. Om die hechte eenheid voor ieder duidelijk te laten zijn, wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar gesloten en kerkelijk bevestigd. Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de bruiloft te Kana en door het wonder dat hij daar verrichtte. Ook heeft hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij zei, dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Het is Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw blijven. In de brieven van de apostelen wordt over het huwelijk gesproken als een gave van God die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. Paulus noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis. Dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar wel overwogen, eerbiedig en dankbaar in de vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn, waarin man en vrouw in trouw elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden veel tegenslag en verdriet. Toch mogen zij op grond van Gods beloften, ook in moeite en zorgen, zeker zijn van de goedheid en hulp van de Heere. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren. Elkaar trouw zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. De bedoeling is in de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijke geslacht en ook de kerk wordt voortgezet en dat de ouders, wanneer kinderen aan hem worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en voorleven in de kennis en dienst van de Heere. Samen zullen zij in het huwelijk trouw leven overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust geweten en hun lichaam, dat een tempel van de Heilige Geest is, niet verontreinigen. Vandaag sluiten jullie als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreken jullie uit dat jullie overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen. In de schrift wordt dit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Christus als het hoofd van zijn gemeente heeft zich in liefde voor haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te hebben en zich ten goede voor haar in te zetten. De gemeente als het lichaam van Christus heeft in eerbied haar Here lief. Zo behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede voor hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Zij zullen elkaar hoog achten. En voor beide geldt, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Samen zullen jullie zoeken naar de wil van God voor jullie leven. Samen zullen jullie trouw en met toewijding je taak verrichten en zorgen voor jullie gezin. Samen zullen jullie de kinderen, indien die worden toevertrouwd, voorgaan in een leven met God en zijn gemeente. Jullie zullen deel zijn van een groter geheel, de
Ten opzichte van kerk en samenleving hebben jullie de roeping om als een hechte eenheid naar buiten te treden. Besef dat jullie erfgenamen zijn van de genadegaven van het leven. Wees vergevensgezind en leef samen in wijsheid, omdat je gebeden tot God niet worden verstoord. Van de gemeente mogen jullie verwachten dat zij voor jullie zal bidden en jullie zal ondersteunen als de tijd en omstandigheden daar aanleiding toe geven. Wil ik jullie vragen om op te staan van jullie zitplaats. En dan mogen jullie elkaar de rechterhand geven. Martijn van Kruistum, verklaar je hier voor God en zijn gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je vrouw Hilde Annelie Schepers. En beloof je dat je haar nooit zult verlaten in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood jullie zal scheiden. En beloof je dat jij je in liefde voor haar zult inzetten, dat je heilig met haar zult leven, trouw in alle dingen, zoals het evangelie dat vraagt. Wat is daarop jouw antwoord? Hilde Annelie Schepers, verklaar je hier voor God en zijn gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je man, Martijn van Kruistum. En beloof je dat je hem nooit zult verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood jullie zal scheiden. En beloof je dat jij je in liefde voor hem zult inzetten, dat je heilig met hem zult leven, trouw in alle dingen, zoals het evangelie dat vraagt. Wat is daarop jouw antwoord? Nu we jullie ja-woorden gehoord hebben, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 134, vers 2. Tijdens het zingen van deze psalm zullen jullie knielen en jullie blijven geknield. En u kunt meelezen de liturgie, maar dan mag u zo mogelijk staande straks meezingen het derde vers van deze psalm. Maar nu eerst dus Psalm 134, vers 2. God de Heere heeft jullie samengevoegd. Hij heeft jullie door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen. De Vader der barmhartigheid verbinden jullie met zuivere liefde en trouw. Vervullen jullie met zijn genade en geven jullie zijn zegen. Zo heeft God jullie dan samengevoegd als man en vrouw. En wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Amen.
Het is eigenlijk niet te doen hè, voor een vader. Na zo'n lied, dan nog wat moeten zeggen. Maar gelukkig, ik mag het doen. Beste Martijn en Annelie. Dat had een openingszin kunnen zijn op het moment dat ik jullie wijkouderling zou zijn of als jeugdouderling jullie de Bijbel mocht overhandigen. Maar het ligt vandaag behoorlijk anders. Ik mag je vader en je schoonvader zijn. En daarom begin ik ook anders. Ik zeg van harte, lieve Martijn en lieve Annelie van Kruistum. Dat is inderdaad een mooie naam. Ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld daarin, maar je hebt er een mooie naam bij gekregen, Annelie. En wij een mooi kind en jullie ook een mooi kind erbij in de families. Maar er zijn vandaag zoveel meer mooie andere dingen. Mooi weer, mooie auto, mooie vrienden, vriendinnen, families. Mooie dienst, mooie preek. Maar vooral mooi dat jullie van harte hier wilden zijn. Dat jullie je geen trouwdag konden voorstellen zonder een zegen van de Heere daarover te vragen. En daar zijn we God dankbaar voor. Want dat komt niet door opvoeding van ouders of door goede preken of door catechese of jeugdwerk. Het komt door God en God alleen. En hem zij alle eer en lof en dank daarvoor. En nu mogen we jullie, mag ik jullie namens de Penielkerk de trouwbijbel geven. De Penielkerk waar ook Annelie haar plekje heeft gevonden. Blij dat ze zich hier thuis voelt en dat ze ja, dat ook wel snel ervaren dat het een gemeente is waar ze met open armen werd ontvangen. En vandaag voor het aangezicht God in de Penielkerk vragen jullie zijn zegen. En het is jullie ook beloofd en opgelegd. En God is te getrouwen. Hij verandert niet. Hij zal met jullie zijn. Ga met God en hij zal jullie leidsman zijn. Ik geef de Bijbel als een symbool voor het vertrouwen wat we ook hebben in jullie. En dat jullie ook samen met God verder willen. Dat jullie hem zullen blijven zoeken, zullen blijven dienen en ook ja, je in zullen zetten voor zijn koninkrijk. Dat vertrouwen hebben we in elkaar. En als jullie hier maar veel in bladeren en veel ja, in zijn dienst onderzoeken en werkzaam willen zijn, dan kan het niet missen of jullie hebben een zalig leven. Met z'n drieën, want God is met jullie.
Zullen we samen danken en bidden. Barmhartige God en Vader, u hebt Martijn en Annelie tot elkaar gebracht en hen door de band van het huwelijk verenigd. We danken u voor de zegen die zij van u ontvangen op deze dag. We bidden u dat zij onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat zij door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toegroeien, verbonden in de eenheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, omdat zij als man en vrouw in hun gezin leven naar uw goddelijke wil. Verleen hun uw gunst om, als het u belieft, kinderen aan hen te geven, die op te voeden naar de eis van uw verbond, in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Wij bidden u voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand ontvingen, dat ze in liefde trouw mogen blijven en elkaar telkens opnieuw mogen ontdekken en herkennen. We bidden u voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen, dat ze elkaar mogen terugvinden. We bidden u voor allen die van elkaar gescheiden zijn geraakt en voor hun kinderen. Houd hen vast in uw liefde, in trouw en liefde, zodat verbittering geen plaats krijgt. Geef kracht en sterkte in alle moeite. We bidden u voor weduwen, weduwnaren, voor wezen. Bewaar hen voor eenzaamheid en opstandigheid. Vertroost hen door uw nabijheid. We bidden u voor mensen die alleen gaan. Wil hen zegenen met een leven ten dienste van u en tot zegen van velen. Geef ons allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, omdat wij elkaar kunnen dienen als een afglans van uw liefde en trouw. Ga zo met ons mee, ook op deze dag. Verhoor onze gebeden en ontvaard onze lof en dank door Jezus Christus, onze Heere, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen zingen Psalm 52, vers 6 en 7.
We leiden nu ons geloof. Vervolgens is er onder het voorspel gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we zo mogelijk staande onze slotzang. Zegen ons al goede, neem ons in uw hoede. Maar nu eerst dus de belijdenis van het geloof. En het leek me mooi om te beginnen bij het begin van de Heidelbergse catechismus. Om de eerste vraag, het eerste antwoord, dat te belijden. Er wordt gevraagd, wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Het antwoord, dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen voldaan en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij waakt met zoveel zorg over mij, dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, zelfs dat alle dingen mij tot mijn heil moeten dienen. Daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte bereid om voortaan voor hem te leven. Amen.
Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.